Weer versnippering achterin uit het peloton. Weer een stuk of twee, drie mannen die proberen de bres te dichten. Eentje die er vooraan uitgevallen is, heb ik de indruk. Ivanov. Hier gaat Sergej met Brown. Ivanov, Brown. Brown gaat niet overpakken. Bozic dan met Roelands aan het wiel. Die twee kijken naar elkaar. Dat is een beetje de logica zelf. Het zijn nu de drie snelle mannen hier vooraan. Het valt stil, dus gaan we naar een hergroepering. Die maken ze er toch wel een rotzootje van, hè? Maar toch nog een aanval. Dat is mooi. Rosselaire himself. Aha. Kleine tijdrit van een kilometer of twee. Zijn eigen proloog installeren. Roelands kijkt achterom. Moet niet te veel kijken, want geef hem 30 meter en is weg. Ja, en dan heeft Roelands een probleem. Want als hij dat gat zelf alleen moet gaan dicht, dan is zijn sprintsnelheid afgebot. En het wordt van langzaam groter een probleem voor het peloton om toch nog terug te komen, hoor. Rosselaire, het zou een strafnummer zijn. Daar gaat Ivanov. Dat moet Ivanov zijn. Dat is een van de weinigen die dat moet kunnen op dat wiel geraken. Op die manier. Het is niet evident, hè. Maar die heeft zoveel power, zoveel ervaring, zoveel font. Die weet niet van zichzelf. Ik rijd daar wel naartoe. Punt. Andere lijn. Ook Nuijers. Sterke figuren. Ja, Nuijers is goed. De Costos. Schrijft Nuijers ook maar op voor dat Belgisch kampioenschap in Hawaii. Kan dat wel aan. Bakelands goed aan het wiel. Ivanov met een nieuwe poging. Van achter het wiel van Rosselaire uit. Rosselaire nu gegrepen. Nuijers kijkt achterom, want moet... Bakelands moet nu. Passen. Bakelands moet nu. Ivanov met 20 meter. De Lage dan maar. Dan weer voor Roelands. En toch komt dat peloton niet terug. En toch is die jongen van LPR inderdaad komen aansluiten. En Sepp van Marken hangt er nog altijd bij, hè. Dat is goed. Ja, dat is goed. En Ivanov die een mooi gat slaat. Meter of 30. Ivanov voor de ritwinst. En mag je dan ook nog verder kijken? Maar dat wordt lastig. Wind op kop. Gaat zo meteen wel beloond worden met een strook bergaf. Krijgen ze het nog voor elkaar? Gaan ze zich daar nog kunnen organiseren? Niet te lang blijven treuzelen. Nog goed 200 meter. Ik denk dat hij het redt. Sergej Ivanov, de derde van vorig jaar in deze ronde van België. Maar nu wordt het een dubbeltje op zijn kant. Bozicjes aan gaan zetten. Roelands moet uit dat wiel van Bozicjes kunnen komen. Maar Ivanov gaat nog eens optrekken. Ivanov, laatste meters. Wordt hij nog voorbij geglipt. Ivanov op 1. Hij is wel echt zeker. Maar kwam Brown daar niet aan de kant piepen? Ik ben benieuwd. Maar hij stak zelf uitgebreid de beide handen in de lucht. Al kwam Brown nog akelig dicht. In elk geval een goede zaak. Daar nog eens kijken. Ivanov daar nog zeker. Bozic te vroeg uit zijn kot gekomen. Roelands die wordt plat gewalst. Daar komt Brown. Hij en wint. Daar is de streep. Hij wint wel. En duidelijk. Maar dat achterom kijken met die ene arm los van het stuur, dat was toch riskant. De winnaar van de Gold Race wint ook de eerste etappe in de Ronde van België. Voor Brown, Bozic en Roelands. Zo heb ik het toch gezien. Dus Roelands weer tevreden met een ereplaats. Vierde. Daar kijkt Roelands.